Ik kan me zo voorstellen dat het voor de coureurs een race was waarbij de spanning en de adrenaline echt door de aderen giert tot in je allerlaatste vezel. Maar voor de mensen thuis, de kijkers en de mensen op de tribune was het waarschijnlijk een race die je heel snel gaat vergeten omdat er gewoon geen enkele reet gebeurde. Maar was het ook saai in de paddock en in de mediapen? Nou, dat is natuurlijk een mooie vraag die de man kan antwoorden wie ik hier heb. Aaron Dekkers, mooi vanuit het dok in Monaco. Race is voorbij. We hebben de race gehad in de Formule 3, de 2 en de Formule 1. Nou ja, Max zei zelf al, ik hoop dat niemand in slaap is gevallen. Had jij het zwaar? Nee, dat valt uiteindelijk wel mee. Hè. Je weet van tevoren dat het deze kant op gaat. Zeker naar die eerste rode vlag. Ja, van de andere kant hadden we natuurlijk wel die spectaculaire crash daar in het begin van de race. Met Magnussen, Hulkenberg en natuurlijk Sergio Perez. Dus wat dat betreft was de start, ja, eigenlijk een beetje te veel van het goede. Ook natuurlijk Carlos Sainz die heel goed wegkwam. En daardoor uiteindelijk dan toch nog op het podium komt te staan. Ik wil zeggen, Carlos Sainz die zag er niet lekker uit natuurlijk met die aanvaring met Piastri. Door die rode vlag kwam het uiteindelijk voor hem goed en is inderdaad die P3 een feit. Gaan we heel even naar die crash. Helmut Marko heeft na de race gereageerd. De schade kost waarschijnlijk 2 tot 3 miljoen voor Red Bull Racing. En natuurlijk met het oog op de budgetcap is dat een ongelooflijk pijnlijke. Verbaast het jou of verbaasden het jullie in de paddock dat er totaal geen further investigation was naar Magnussen? En dan moeten we natuurlijk ook een beetje Hulkenberg mee rekenen, want ja, die viel ook uit. Nee, ja, inderdaad. Hulkenberg die kreeg natuurlijk helemaal niks te verwijten. Die gaf ook meteen aan van ja, dit had vermeden kunnen worden. Gaf hij daarna in de pen ook aan, natuurlijk zonder te veel schuld te geven aan Magnussen. Maar je merkt inderdaad wel dat, ja, zeker bij Perez en Hulkenberg natuurlijk wel een beetje zoiets had van ja, dit was echt onnodig geweest. Ik denk ook niet dat Perez echt iets te veel naar binnen ging of zo. Het was gewoon Magnussen die hem liet staan. Dus ja, wat mij betreft wel verrassend dat er helemaal geen actie werd ondernomen. Ik bedoel, kijk eens wat we de afgelopen races en de afgelopen jaren wel niet voor een onderzoek hebben gehad naar momenten waarvan je denkt, ja, daar gebeurt helemaal niks. En als je dan hier ook nog een keertje kijkt, en dat wordt ook gewoon vaak meegenomen, de consequenties. Nou, die waren gigantisch, wat Marco dan ook benoemd, zoals jij al aangeeft. Ja, dan vind ik inderdaad wel raar dat het eigenlijk niet echt werd onderzocht en dat het gewoon eventjes als een incident werd afgedaan. Want ja, het heeft gewoon grote gevolgen op een circuit als dit. Hè. Kijk naar Alonso bijvoorbeeld en George Russell, die komt dan te boven in Australië, dat incident. Ook een straatcircuit. En daar werd van weten dat Alonso het eigenlijk deed in een bocht en op een circuit waar het niet kon. Nou ja, in dit geval kun je natuurlijk heel duidelijk zeggen, ja, is dit niet ook zo'n moment? Dus wat dat betreft, wel heel raar dat het hiermee werd afgedaan. En zeker omdat ja, Magnussen dan ook nog een keertje de laatste races al niet echt lekker gaat wat betreft deze incidenten. Behoorlijk opvallend dat er niks aan werd gedaan. Dan hebben we ook Tom Coronel gesproken en die zei van, nou goed, hè, je zou het enigszins kunnen verklaren, want het is ronde 1 en ronde 1 moet je een beetje leven en laten leven. Maar vervolgens hebben we 6 bochten verder, vlak voor de tunnel. Ja, Ocon die een vliegbuffet wil gaan halen, die knalt er ook iets wat niet kan. Die wordt de lucht ingesmeten, hij valt uit en godzijdank voor Gasly, moet ik zeggen, kan die door, scoort hij ook nog eens een keer het eerste puntje voor hem van het seizoen. Waarom krijgt hij dan wel een 10 seconden gridstraf, of 10 seconden tijdstraf, wat in Canada een gridstraf wordt. En dan ja, zo'n Hulkenberg die, nou goed, voor miljoenen schade veroorzaakt, niet Magnussen, moet ik zeggen. Ja, nee, ja, inderdaad, Magnussen, nee, ik ben het helemaal met je eens. Nou, deze keer... Zoals gisteren, Frank Montagny, Ja. Je dag. Oh, it's been a look in the Netherlands, right? Yeah, exactly. Not especially today, it's good in Monaco today. Exactly. It is good. I'm happy with the French people with the victory of Leclerc. Party night. Maybe not. Frank Montagny natuurlijk, oud-coureur ook, dus die is natuurlijk helemaal optimistisch, helemaal blij hier, want Charles Leclerc natuurlijk gewonnen en die zien ze natuurlijk een beetje als een Fransman, tenminste wanneer het goed gaat. Terug naar die andere Fransen waar het vandaag dus niet zo goed ging, bij Alpine, ja inderdaad een apart moment. Ik ga inderdaad niet aan jou uitleggen waarom Ocon wel een straf krijgt en Magnussen niet, want ja, net over gehad inderdaad, ja, het valt gewoon niet echt uit te leggen. Wat wel heel interessant is, is dat de teambaas Van Min van Alpine daarna heel hard in de media uithaalt. En gewoon zegt van hier gaan heel harde consequenties volgen. En dan worden natuurlijk speculeren. Want wat zijn heel harde consequenties? In het verleden hebben we wel eens gezien dat wanneer coureurs niet tussen met elkaar in één deur, kunnen. Ja, dan krijg je natuurlijk het probleem dat, dat je één van de coureurs boven het eruit moet zitten. Nou, lijkt in dit geval heel extreem te zijn. Van de andere kant gaan er wel veel geruchten eronder dat Ocon het team aan het einde van het jaar zal gaan verlaten. Dus ja, dan ben ik gewoon heel benieuwd wat Van Min dan precies bedoelt met consequenties. Helaas is het bij vandaag geen mediasessie, dus kunnen we er niet meer uitleg over gaan vragen.
Over dan de geruchten gesproken. Is het er al een mogelijkheid in dat de drivers line-up of de coureursamenstelling bij Alpine nog dit seizoen gaat veranderen? Nou ja, kijk, dat is dus iets wat er gebeurt met Van Meen. Omdat hij natuurlijk, hè, en als een bevlogenheid al gedurende een race een reactie geeft, is natuurlijk hartstikke mooi voor ons. Maar je kunt het inderdaad wel nu gaan krijgen dat mensen gaan interpreteren van ja, wat bedoel je hier nu mee precies te zeggen? Want ja, wat zijn dan grote consequenties? Ik bedoel, ja, ja, een boete is voor deze mannen natuurlijk, ja, ligt er aan wat voor een boete, niet zo ingrijpend. Maar zoals hij het een beetje benoemde, leek het erop van, oh, dit gaat niet goed. Ik bedoel, het is al lang een tijd duidelijk dat het tussen Ocon en Gasly niet echt goed gaat. Wisten we eigenlijk natuurlijk al vanaf het moment dat Gasly er kwam. Ja, dan steeds meer gerucht dat Ocon eigenlijk aan het eind van het jaar wel eens zou kunnen gaan vertrekken. Ja, vul maar in, dan krijg je natuurlijk speculaties door deze quotes. Dus heel interessant om te gaan zien wat er bij Alpine gaat gebeuren. Gasly, die hield zich heel politiek correct, zei van ja, ik ga na afloop wel even spreken met Ocon op de komende dagen en dan kijken we vanuit daar wel weer verder. Ik wil zeggen, hij weet natuurlijk dat hij op rozen zit. We weten natuurlijk niet al wat er achter de schermen al gebeurt slash getekend is. Misschien de reactie van Gasly verraadt misschien al het een en ander, maar goed, dat blijft gissen. Laten we bij de feiten blijven. Feit is dat Charles Leclerc zijn droom heeft vervuld. De Monaco-vloek is eindelijk voorbij. Hij wint op het, ja, ik moet zeggen, op natuurlijk zijn thuiscircuit. Ja, je kan toch alleen maar voorstellen dat die kerel vanavond nog 16 keer de bokaal kust en spontaan begint te janken 4 keer. Ja, inderdaad. Vooral heel mooie woorden, hè, na afloop. Hij heeft natuurlijk zijn vader op jonge leeftijd verloren. Hij komt hier uit Monaco, zoals je al aangeeft. En dan is het inderdaad heel mooi om te horen dat hij na afloop inderdaad ook zei van ja, ik sta hier heel veel aan mijn vader te denken. Veel meer dan dat hij ooit zelf had kunnen denken. Dus dat doet denk ik wel met veel mensen wat. Ook Max Verstappen werd gevraagd van ja, wat vind je ervan dat Max Leclerc wint? Nou, en dan zag je ook bij Max Verstappen dat gewoon gemeene woorden, ook woorden waren. Dat hij het echt heel mooi vond dat Charles Leclerc hier in zijn thuisrace kon winnen. Max Verstappen weet wat dat is. Nou, nu is het dus ook de beurt aan Charles Leclerc. Maar zoals gezegd, vooral mooi hoe emotioneel hij daarover na afloop was. Komt natuurlijk ook omdat de afgelopen jaren telkens niet lukte. Ja, kijk ik dan naar zijn vader. Ja, precies. Dan zie je wel dat hij zichzelf heel veel druk oplegt. Want hij zegt ook, ik zag mijn vrienden en familie vandaag ook weer in de tribune zitten. En dat zegt wel hoeveel druk hij zichzelf de afgelopen jaren en ook dit jaar weer heeft opgelegd tijdens deze thuisrace. Maar deze keer dus met een mooi en goed einde van Charles Leclerc. En Ferrari, die steeds dichter naar Red Bull nu toe knuipt in het constructeurskampioenschap. Ik wil zeggen, de achterstand of de voorsprong, hoe je het wil noemen, die Verstappen en dan ook Red Bull hadden, ja, die lijkt een beetje als sneeuw voor de horizon te verdwijnen. Want als we kijken, dan heeft Max Verstappen slechts 31 punten voorsprong op Leclerc, als we het hebben over de coureurs. En de voorsprong van Red Bull op Ferrari bij de constructeurs is slechts 24 punten. Dan was natuurlijk de Grand Prix van Monaco 78 ronden. Waarbij het voor de neutrale fans spectaculair was in ronde 1. Door eerst het contact tussen Sainz en Piastri. En daarna die megaklapper van Hülkenberg, Magnussen en Perez. En vervolgens 4 bochten later nog beide Alpines die elkaar bijna weer eraf reden. Vervolgens hadden we in ronde 68 nog heel even wat heisa. Omdat Lance Stroll verloor even een band. En Bottas die haalde mensen in. Maar ja, ook zoals eigenlijk Max Verstappen al zei. En ik weet niet hoe jij het was. Maar de race zelf was toch oer en oer saai. Dat coureurs gewoon 3 seconden traag gaan rijden om banden te sparen. Iedereen wisselde door natuurlijk die rode vlag. Als we nadenken dat Russell al een gat had laten vallen van 10 seconden binnen 10 rondes. Nou ja, wat was het? Tsunoda finishte achter Hamilton 1 ronde achterstand. De nummer 7, de nummer 8. Ja, kan jij er nog iets positiefs aan breien? Of ben je het volledig met me eens? Nee, volledig met je eens. Ik kan het alleen maar aanvullen met quotes van coureurs die hier inderdaad eigenlijk allemaal aangaan van ja, dit was echt hartstikke saai. Wel opvallend hoe coureurs daar dan weer mee omgaan. Hè? Sommige coureurs geven aan van en daardoor, Albon, die had echt zoiets van, oh, ik moest zo ontzettend langzaam gaan dat het eigenlijk gevaarlijk werd, weet je wel. Ik ga juist sneller een fout daardoor maken. Maar ja, Lewis Hamilton juist aangaf van, ja, precies, Lewis Hamilton gaf juist aan van, ja, nou, nee, het is heel langzaam, het is heel saai. Maar ja, het is gewoon wat het is en nee, het is inderdaad helemaal niet zo dat ik daardoor sneller een fout zou gaan maken. Dus ja, ook wel heel interessant om te zien hoe coureurs daar weer mee omgaan. Maar ik denk wel dat alle coureurs het er eigenlijk over eens zijn van, ja, normaal gesproken zou deze race nooit meer op de kalender staan. Maar ja, het is de prestige van Monaco dat het waarschijnlijk gewoon voor altijd op de kalender zal blijven staan, deze race. En dat we altijd en alleen kunnen genieten op de zaterdag of we moeten buiten vallen.
Dubbel Nederlands pech eigenlijk op de zondag. In eerste instantie natuurlijk al Richard Verschoren, de Formule 2, die natuurlijk op pole positie mocht starten. Maar ja, die uitviel door eigenlijk technisch mankement. Die zo boos was dat hij, terwijl hij uitrolde naar zijn team in de pitstraat, als een stuurtje uit de auto gooide. En dan hebben we natuurlijk Max Verstappen, waarvan je net zei van oké, die heeft lovende woorden over Leclerc echt verdiend. Hoe is een beetje de vibe bij Red Bull? Want sowieso was het een off-weekend. Het ging niet goed. Verstappen bezweek een beetje onder de druk natuurlijk met die P6. Hij komt ook niet verder dan de P6. Perez P18 valt uit. Over 2 weken hebben we Canada. Weer een semi-straat circuit. Ja, vertel maar. Wat moeten we dan verwachten? Nou ja, dat klopt inderdaad. Ferrari komt natuurlijk steeds dichterbij bij Red Bull. Dat maakt het inderdaad wel dat er meer druk op komt te staan bij Red Bull. Ja, stratencircuit met Canada. Van de andere kant wel een voordeel daar. Ook wel weer een langrechte stuk. Ook wat vloeiende bochten. Dus de verwachting is wel ook van de andere coureurs. Toevallig ook net Carlos Sainz die daar gaf van ja, we komen dichterbij. We hebben allemaal het gevoel, McLaren en Ferrari, van ja, Red Bull is haalbaar. Op sommige circuits, op enkele circuits. Maar misschien over het hele seizoen, ja, kunnen we de strijd voor het constructeurskampioenschap wel aangaan. Nou, dat is al heel wat dat Ferrari en ook McLaren dat dadelijk durven uit te spreken. Want dat hadden we naar China al allemaal niet meer verwacht. Toch zie je wel dat de meeste coureurs en ook wij zelf denken, ja, dat het heel lastig zal worden voor teams om Red Bull te gaan kloppen. Gewoon weg omdat op de meeste circuits Red Bull echt nog wel de sterkste zal zijn. Of in ieder geval Max Verstappen. Want ja, het verschil, ja, dat zag jij in deze race en vorige week in Imola wel. Dus we dan toch even de dubbelheader eventjes op terugkijken. Dan denk ik dat vooral, en ook de internationale media, hier ook op de paddock, iedereen is het wel over eens. Red Bull is goed. Maar nu zien we pas echt van de afgelopen jaren wat Max Verstappen naar het team heeft toegebracht. Want juist nu dat het wat minder gaat, zie je dat Max Verstappen ten opzichte van Sergio Perez natuurlijk altijd excelleert. Dus dat is wel heel mooi om te zien. Dat het bij de Nederlander gewoon allemaal goed gaat. En zeker op Canada lijkt het team gewoon meer in de favoriete positie te zitten. Ik denk, Aaron, dat wij jou sowieso, of ik weet zeker dat wij jou sowieso over een klein, dikke anderhalve week weer spreken. Dan hebben we natuurlijk de vrijdag van de Grand Prix van Canada, waarin we natuurlijk weer gaan terugblikken. Het zou zomaar kunnen zijn dat wij jou ook eerder spreken, als we weer ontwikkelingen hebben over natuurlijk de rijdersmarkt. Want ik kan me voorstellen dat een podiumplek van Carlos Sainz in combinatie met een volledig off-weekend van Sergio Perez en een DNF, al kon hij er niks aan doen, natuurlijk voor genoeg geruchten en rumoer zou kunnen gaan zorgen in de paddock. Ik wil je in ieder geval bedanken voor dit weekend. Ga lekker vanavond naar een feestje. Mocht je Leclerc spreken, doe hem de groeten van ons en zeg dat wij hem volledig die zegen gunnen. Jij bedankt voor het kijken naar deze video. En wat vind jij, Monaco? Go of no? Moeten we die gewoon accepteren? Of moet die toch van de kalender? Laat dat weten in de comments. Aaron, spreken wij elkaar hopelijk volgende week ergens, als we iets meer kunnen vertellen over wat rijders. Goed? Zeker weten. Gaan we doen.